We weten allemaal dat als we de aarde goed achter willen laten voor de volgende generaties, dat we dan moeten verduurzamen. En niet morgen, maar het liefst vandaag nog. En daaraan bijdragen kan in allerlei vormen en op heel veel verschillende manieren. Door bijvoorbeeld minder vlees te eten of anders met energie om te gaan. Ik vind werken aan een schonere wereld belangrijk en met mij nog heel veel andere mensen en bedrijven. Ik ga ze ontmoeten en ik ben benieuwd naar hun verhaal. Leon, waar staan we hier? Wat gebeurt hier? Ja, we staan op een containerterminal, het Alferium. En we staan hier omdat we hier bezig zijn met de ontwikkeling van emissieloos varen. En dat betekent dus dat hij hier batterijcontainers aan boord kan nemen die hier opgeladen worden. Dan vaart hij naar de plaats van bestemming, dat is in Rotterdam of in Moerdijk. Daar gaan dan de lege containers weer van het schip af. Er worden weer volle batterijcontainers opgezet en dan kan hij weer terugvaren emissieloos. Dus we beginnen hier bij het dockingstation, maar later gaan ook op andere plekken dockingstations komen. Dus dit worden grote oplaadstations voor schepen die door heel Nederland dingen vervaren. Ja, want als we kijken naar de logistiek, de containerlogistiek om het zo maar te zeggen, die is eigenlijk al heel volwassen. Dus wij maken zoveel mogelijk binnen het nieuwe concept gebruik van de bestaande logistiek. Dus dat betekent dat wij ons eerst focussen op containerterminals. Mm-hmm. Want daar komen allerlei verkeersstromen bij elkaar, namelijk water, weg. Dus ook elektrische trucks kijken we naar, maar ook bijvoorbeeld intern transport en de rietstekkers die je hier ziet, ja, die worden in de toekomst ook elektrisch. Dus dan kunnen we vanuit één zo'n dockingstation batterijcontainers laden, maar we kunnen dus ook intern transport wat elektrisch rijdt ook opladen en ook elektrische trucks die containers over de weg vervoeren. Dus eigenlijk dit hele terrein, dus alle logistiek die hier gebeurt, wordt in de toekomst elektrisch. Elektrisch. Ja. Ik vraag me zo af, hè. Ik heb wel eens met een elektrische auto dat ik denk, oh, maar ik hoop wel dat ik hem ergens kan opladen of wat als ik nou stil kom te staan. Maar dat lijkt me met een schip een beetje lastig als je denkt, hé, mijn elektriciteit is op. Ja. Hoe doe je dat? Nou, dat doe je door heel goed te kijken naar de vaarroutes in de bepaalde corridors die er zijn, waar schepen invaren. Mm-hmm. En je begint natuurlijk niet bij het moeilijkste schip. Je moet altijd beginnen bij schepen, we noemen dat de AB'tjes, dus die van A naar B varen. Ja. Dan kun je precies het vermogensprofiel wat zo'n schip gebruikt op zo'n vaarroute kun je meten. En dat betekent dus dat op basis van het vermogensprofiel wij heel goed kunnen inschatten hoeveel energie hij aan boord moet hebben vanuit een batterij om die vaarroute te kunnen afleggen. Kijk, en de afstand die een schip vaart nu met de huidige technologie is 65 kilometer. Maar je moet me zo voorstellen dat als wij straks 4, 5 jaar verder zijn, dan gaat diezelfde container dat schip 120 kilometer verder laten varen. Ja, natuurlijk. Die technologie gaat razendsnel. Is dit de eerste plek in Nederland waar dit gebeurt? Dit is de eerste plek in Nederland waar dit gebeurt. Dit is echt uniek waar we nu staan. Want CCT Alferium is natuurlijk niet een hele grote terminal. Ja. Maar het heeft wel een unieke plek. Want de brouwerij van Heineken die zit hier 14 kilometer verderop in Zoeterwoude. Dus daar zit ook een pendel met vrachtwagens tussen. Dus de volgende stap is dat als we de eerste containers voor het binnenvaartschip hier gaan bedienen met elektriciteit, dan gaan we ook die eerste vrachtwagens van Heineken weer bedienen met elektriciteit uit dezelfde interface. Dus uit hetzelfde dockingstation. En wat betekent duurzaamheid voor jou persoonlijk? Ik ben gewoon bevoorrecht dat ik aan zo'n gaaf project mag meewerken. Ja? Zo simpel is het. Ik ben altijd bezig geweest met nieuwe concepten bedenken, een nieuwe business bedenken die duurzaam zijn en die uiteindelijk de wereld een beetje verder helpen. Ja, dat is gewoon super gaaf. Voor zo'n project als dit, wat heb je behalve de technologie nodig om zoiets te laten slagen? Nou, in dit project hebben wij een samenwerking gezocht met vier belangrijke partijen die Zero Emission Services hebben opgericht. Dus dat is Engie, Wärtsilä, ING en het havenbedrijf Rotterdam. Ja, dus je hebt verschillende arena's met kennis die je allemaal door elkaar en bij elkaar en nodig hebt. De transporteurs en de containerterminals zijn een belangrijke schakel. Dus verladen zoals Heineken is een belangrijke schakel. Ja. Dus je wilt die hele keten bij elkaar brengen. Mm-hmm. Daar wil je samen mee werken om uiteindelijk ervoor te zorgen dat je het concept goed in de markt kunt zetten. En dat het ook gaat vliegen. En die accu's die hier straks staan, die accucontainers, kun je die ook nog voor andere dingen gebruiken als ze even niet in gebruik zijn? Ja, zeker. Die batterijcontainers gaan we natuurlijk ook voor de andere mobiliteitsstromen gebruiken. Voor zware trucks en intern transport, zoals die elektrische hijsers. Maar we kunnen ook die containers toepassen om bijvoorbeeld bouwprojecten van energie te voorzien. Of festivals of bijvoorbeeld infrastructuur die ergens neergezet moet worden voor elektrische bussen. Dus het is een onderdeel die helemaal modulair en mobiel is en dus voor verschillende segmenten inzetbaar is. Als ik jou dus goed begrijp, is het systeem wat jullie bouwen
eigenlijk een soort van powerbank die je dus de hele tijd heel makkelijk kan verplaatsen zonder moeilijke ombouw van de ene stroom naar de andere. Maar wat je dus gewoon de hele tijd kan verplaatsen, zelfs binnen en tussen sectoren. Ja, eigenlijk is dat zo, ja. Want net als met je smartphone en je mobiele apparaten, die gebruik je ook een powerbank voor, ja, om ze op te laden. En dit is gewoon een XL-uitvoering. En met deze XL-uitvoering kunnen we dus verschillende marktsegmenten bedienen en daar gebruikers op aansluiten. Het klinkt eigenlijk heel logisch ook. Ja, het is ook heel logisch. Dat bestaat nog niet? Nee, het bestaat nog niet. De XL-uitvoering bestaat nog niet en die zijn we nu aan het maken. Dus dit is straks gewoon een Powerbank XL plek? Ja, exact. Je kijkt er ook heel trots bij als je het zegt. Dat gaat automatisch. Zo zie je maar. Waar een wil is, is een weg. En natuurlijk moeten we allemaal wat doen. Maar misschien is het beter om te zeggen dat we allemaal iets kunnen doen. Groot of klein, als persoon, als bedrijf of zelfs stad. Elke stap is er één.